Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors. Liverpool een eerste keer wat langer aan de bal na 4 minuten aandringen van Salzburg. Mooie lange bal van Lovren. En daar is Salah. En safe is nodig van Stankovic. Een eerste keer diepgang aan de overkant. Dat was ook het recept dit weekend. Liverpool dat lange ballen dropte in de rug van de verdediging van Bournemouth. En dat werkte hier ook bijna Salah. Ja, met z'n drie centraal. En dan alle drie vertrekken. Niet de best gereageerd van Weber. Hier ruimte voor Mané. Plaatsbal Mané. En dat scheelt ook alweer niet veel. De ene doelpoging in het ene moment met gevaar na het andere. We zijn nog altijd maar 8 minuten onderweg. Klasse gespeeld. Minamino, links is Haaland. Daar moet het naartoe. Haaland neemt hem mee. En dit is de kans voor Haaland. En de save van Becker. Prima aanval opnieuw van Salzburg. Hij is ontgoocheld dat hij hem niet door de benen van Alisson Becker heeft gekregen. Schitterend aangenomen. Op snelheid kunnen blijven daardoor. Want het was echt in zijn voeten gespeeld. Een beetje onder zijn lichaam. Maar hij kon op die snelheid blijven en nog besluiten ook. Keita voor Salah. Tweede kans en weer een misser van Salah. Oh la la, Mo Salah. Niet in topvorm. Nee. Anders hadden er al 2 tegen de netten gehangen. Balletje binnendoor voor Minamino. Ja, meteen spelen. Hij wist dat hij dat moest doen, maar de uitvoering was toch niet zuiver genoeg. Want Webbo was daar centraal. Maar die aan de overkant. 1 minuutje toegevoegde tijd gaat in. Salah. Meegeven, hier Keita en opnieuw de save van Stankovic en ernaast. Uitstekende save van de doelman van Salzburg en zo broodnodig, want een klap net op slag van rust voorkomen. Stankovic 2 keer doet hij dat nu toch heel erg goed. Eerst Salah, nu Keita. Ondertussen Mané, Salah en erover nog een keer, 3 keer te rekenen. Mo Salah, het is zijn dagje niet. Tot grote opluchting van heel Salzburg. ...94 doelpunten heeft Salzburg al gemaakt en natuurlijk veel in de Oostenrijkse competitie. Mooi van Mané. Oh, Stankovic komt eruit waar het niet nodig is. Keita de goal. Daar is de 0-1 voor Liverpool na 11 minuten in de tweede helft. Ik zou zeggen een klein foutje misschien van Stankovic. Ja, maar het begint natuurlijk met wat Liverpool wel vaker doet. Van de ene bak naar de andere bak spelen. Alexander-Arnold naar Robertson, daar waar de ruimte ligt. En dan kwamen ze even allemaal te laat. En zo ook Stankovic bij het uitkomen op dat stiftballetje. Keita die zich verontschuldigt voor zijn goal. Is er meteen een reactie van Salzburg. Bal met Szoboszlai. Combinatie met Minamino. Maar hij kreeg hem niet helemaal lekker mee. Gomez, voetje ertussen. Goed pivotwerk van Haaland. Dat was moeilijk. Daar zag je Gomez die goed de deur dicht deed. En Salah is vertrokken. Gené moet opletten. En dat doet hij maar half. Stankovic er weer uit. En in het... Oh, de goal. Fantastisch gedaan. Oh, je denkt het is onmogelijk om van daar nog te scoren.
En hij legde hem er toch in, Mo Salah. Al die makkelijke, bij wijze van spreken, kansen liet hij onbenut. En nu, vanuit een onmogelijke hoek, legt hij hem er toch in. En is dit grote, grote klasse. En twee keer, wat je zei, Stankovic verraden door zijn enthousiasme, denk ik. Want ook hier was hij niet nodig. Nee. Was hij niet nodig. Er was nog dekking van Wepu. Van Ongené, pardon. Hij baalt er een beetje bij. Tijan Stankovic, maar dat we tot nu nog die wedstrijd hebben gehad, is natuurlijk wel zijn verdienste. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.